vertelt het niet. Maar wie weet is Judas wel enorm teleurgesteld dat Jezus niet die revolutionaire Che Guevara is die hij in hem zag. Of misschien is het hebzucht. Misschien is het zijn droevige lot. Na 2000 jaar is er moeilijk iets over te zeggen. Ondertussen is het kruis een stuk dichterbij gekomen. Renate, waar ben je nu? Jurgen, wij zijn inmiddels bij plein 1813 met het prachtige monument hier op de achtergrond ter nagedachtenis aan de overwinning op Napoleon en de stichting van Nederland zoals we het nu kennen. Het Koninkrijk der Nederlanden, 200 jaar geleden. Het kruis komt er nu aan, dat gaat mij ieder moment passeren en ik wil eigenlijk heel graag iets vragen aan een van de kruisdragers. Ik sprak hem eerder op de avond en daar vertelde hij dat hij zich echt heel erg bewust heeft opgegeven om een van de kruisdragers te zijn. Met een hele mooie reden. Ik ga een klein stukje die kant op lopen. Het is wat chaotisch hier, zoals je zult begrijpen. Want het is natuurlijk een enorme stoep met mensen. Zachtjes een beetje naar het kruis toe. Daar komt hij. Ja. Ronald, ik had het over jou net. Jij hebt je opgegeven als een van de kruisdragers, hè? Ja, klopt. Nou, ik vind het in mijn werk ook geweldig om dingen samen te kunnen doen met andere mensen. En we mogen nu met 16 mensen zo'n machtig kruis dragen. En het lukt. Wat is jouw achtergrond? Ik werk in het onderwijs. En protestants-christelijk is mijn achtergrond. Ik werk dus ook op een christelijke school. Maar dit moet toch voor jou ook als christen uniek zijn dat wij zo'n gebeurtenis in Nederland hebben? Het is... Jezus, ik vind dat echt geweldig. Ik loop alleen maar te genieten met een glimlach van oor tot oor. Maar hou die concentratie vast. Ik laat je lekker doorlopen. Ik zie je straks nog. Mijn vader. Als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden. Maar doe alleen wat u wilt. En niet wat ik wil. Mannen, wakker worden. Word wakker. De man die mij gaat uitleveren, is dichtbij. Hier ben je dus voor gekomen. Om het te verraden met een kus. Dat iedereen het voelde in zijn lijf. Geen pen die ooit nog dit gevoel beschrijven kan. Zo stil dat alle klokken zwegen. Ja, de tijd stond onbewegelijk. Zo stil en zo verloren ging je weg. Dat u de beloofde koning bent. Zeg me, bent u de koning van de Joden? U zegt het zelf. U bent aan mij uitgeleverd. Er worden slechte dingen over u verteld. Waarom zegt u daar niets op? Bent u de koning van dit volk? Ja. U noemt mij koning. Zag hij ze staan? Dat niet zwart, dat niet wit, dat niet.
niet zwart, trek niet zwart wit, maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je Staat het allemaal in?